Hi, Mieke Maat hier van Wakker Worden. Met vlog nummer 227, de vlog waarin je alles leert over stress en burn-out. In deze video wil ik je graag uitleggen waarom ik denk dat je mind je belangrijkste tool is bij het herstel van stress en burn-out. Dus er zijn heel veel dingen die je kunt doen en laten om te herstellen van een burn-out of om stress tegen te gaan, om meer gezondheid en welvaren, welzijn voor jezelf te creëren. Voeding, ademhaling. Er zijn heel veel dingen die je kunt doen om weer gezond te worden. In mijn beleving is de mindset de belangrijkste. En ik wil je graag uitleggen waarom ik denk dat dat zo is. Sterker nog, ik weet dat dat zo is. Dan beginnen we weer bij het begin. Ik heb al vaker uitgelegd over de stressrespons. Hè? Dus wat gebeurt er in je lichaam op het moment dat je stress ervaart? Wij hebben een ingebouwd stresssysteem. En dat stresssysteem, dat noemen we ook wel ons limbisch systeem, ons zenuwstelsel. En op het moment dat er gevaar dreigt, dat stresssysteem, dat is er op gericht om ons te helpen overleven. Er is geen andere functie van het stresssysteem, helpen overleven. En op het moment dat er gevaar dreigt, en stel je even voor, wij zijn van oorsprong jagers-verzamelaars. Dus toen wij als soort ontstonden, toen woonden we en leefden we in de natuur. De mannen gingen op jacht en de vrouwen gingen bessen plukken om te zorgen dat er wat te eten was. Om te zorgen dat ze konden overleven. En in die tijd waren er nog sabeltandtijgers. En het kon zomaar zijn dat je op jacht was en dat er ineens een sabeltandtijger opdook. Nou, dan komt meteen het stresssysteem in actie. Een van je zintuigen registreert dat gevaar. Om het even helemaal helder te maken, pak ik even een plaatje van een menselijk brein erbij. Even in vereenvoudigde vorm. Dit noemen we het binnenste deel van de hersenen. Dat zijn de oude hersenen, noemen we het zogenaamde zoogdierenbrein. En hier zie je de amygdala. Als een van jouw zintuigen gevaar opmerkt, dus je hoort ergens geritsel in de bosjes, of je ziet de tijger, of je ruikt hem. Dan geeft dit deel van de hersenen direct een seintje aan de bijnieren om stresshormonen aan te maken. Adrenaline en cortisol. En er wordt dan eigenlijk een kettingreactie in het lichaam veroorzaakt. Je hartslag gaat omhoog, je ademhaling gaat omhoog. Alles om jou voor te bereiden om te gaan vechten, vluchten of bevriezen. En laten we er even van uitgaan dat je ervoor kiest om te vluchten. Je rent weg en je klimt in een boom. Dus zolang die tijger rondom die boom aan het cirkelen is, blijf je alert op dat gevaar. En er komt een moment dat hij denkt, nou, dit hapje is aan me voorbij gegaan. Ik ga wel op zoek naar een ander maaltijd. En dan vertrekt die tijger. En dan kan het systeem weer tot rust komen. En de reactie die ik net beschreef, die wordt veroorzaakt door het sympathisch zenuwstelsel. Dus dat is het gaspedaal. Je gaspedaal wordt ingetrapt. En op het moment dat die tijger is vertrokken, dan kun je weer tot rust komen. En dan zet je het parasympathisch zenuwstelsel in actie. Dan trap je actief op de rem. En dan kan het lichaam weer naar zijn ruststaat terugkeren. He, dus je spijsvertering komt weer op gang. Je hartslag zakt. Je bloeddruk daalt weer. Je ademhaling wordt weer rustig. Alles komt weer tot rust. So far so good. Je hebt de aanval overleefd, dat is fijn. En er is weer rust in de tent. Nou ga ik even uitleggen wat ons onderscheidt, ons mensen onderscheidt van andere zoogdieren. Want ook in zoogdierenland, misschien heb je wel eens een
natuurdocumentaire gezien. En dan zie je dat er een kudde zebra's lekker staat te grazen. En ineens duikt er een leeuw op. En die gaat en de kudde gaat heel hard aan het rennen. En nou, misschien wordt er één gepakt of misschien niet. Op het moment dat het gevaar geweken is, dan zal een zebra het eerste wat hij doet is de stress van zich afschudden. En vervolgens gaat hij door met lekker grazen. Business as usual. Dus de rust keert weer terug in de kudde. En er wordt weer rustig gegraasd. En we gaan weer lekker verder met het leven. Wat ons nou als soort onderscheidt van een zebra. En dan pak ik mijn plaatje er weer bij. Is dit deel van het brein. Dat noemen we de neocortex. Dat is evolutionair gezien het laatst ontwikkelde deel van het brein. En bij ons mensen is dit deel van het brein vele malen groter dan die van bijvoorbeeld een zebra of welk ander zoogdier dan ook. En in dit deel van het brein zitten miljoenen verbindingen. En verbindingen worden gelegd door de zogenaamde neurotransmitters. Dus er gaat van de ene breincel naar de andere breincel een stroomstootje. Dat wordt geleid door een neurotransmitter. Dat deel van de hersenen is bij ons vele malen groter. En daarin zitten functies die wij hebben die een zebra niet heeft. Dus als een zebra aangevallen is door de leeuw en hij staat daarna weer in rust nadat hij even die stress van zich afgeschud heeft, grasjes te eten, dan staat hij niet tegen zijn buurman zebra 3 uur later nog te vertellen hoe spannend dat wel niet was en hoe angstig die was en hoe wat een mazzel die heeft dat hij net op het nippertje is ontsnapt. Die zebra is die situatie al lang weer vergeten en is direct weer in het moment. Laat staan dat hij een aantal maanden later nog die herinnering ophaalt en die herinnering nog eens herbeleeft. Wij mensen doen dat wel. Dus als wij een traumatische ervaring, een gevaarlijke situatie hebben meegemaakt, dan kan het zijn dat we een aantal uren, een aantal weken, een aantal maanden later nog steeds iedere keer weer de gedachte hebben aan die situatie. En bij die gedachte, dus en die gedachte is, zoals ik net al uitlegde, is de ene hersencel maakt contact met de andere. Dat is op het moment dat er, dat is een gedachte. En op het moment dat je die gedachte vaak denkt, dan wordt het eigenlijk een soort snelweg. Dan wordt die verbinding steeds vaster. Het wordt als een snelweg. En het wordt steeds makkelijker om steeds maar die herinnering op te halen. Het wordt eigenlijk een soort automatisch gedachtepatroon. En bij dat gedachtepatroon, bij die gedachte, hoort ook een soort van cocktail aan chemische stoffen die je lichaam ingestuurd wordt via hier de hersenstam, dat is dus je zenuwstelsel. En dat noemen we een emotie. Dus op het moment dat je die gedachte denkt, dan komt er ook meteen de bijbehorende emotie op. Dus laten we even het voorbeeld van de zebra nemen, die aangevallen was door de leeuw. Hij heeft waarschijnlijk tijdens die aanval angst ervaren. En als hij nou weer iedere keer terug zou denken aan die aanval, dan roept hij ook dat gevoel van angst iedere keer weer op, doordat er diezelfde chemicaliën weer het lichaam ingestuurd worden om een seintje te geven aan het lichaam om daarop te reageren. Dus dat gevoel van angst, dat hoort bij die gedachte en dat wordt steeds opgeroepen. Wij mensen doen dat. Dus als je deze redenering volgt, dan betekent dat dat eigenlijk onze gedachten alleen en niet de situatie op zich, dus de gedachte aan de situatie die we ooit hebben meegemaakt en die soms wel van jaren terugstamt, dat is zo'n automatisch gedachtepatroon geworden dat je het niet eens meer herkent als een gedachte. Je identificeert je daar helemaal mee. Zo ben je nou eenmaal. Ik hoor heel vaak mensen zeggen, ja, zo ben ik nou eenmaal. Ja, zo ben je inderdaad geworden. Zo ben je inderdaad geprogrammeerd doordat je ooit die gedachte hebt gedacht en hem bent blijven herhalen.
En nu is het een onbewust patroon geworden. En die onbewuste gedachtepatronen, je kunt je dus letterlijk ziek denken. Want die stressreactie, die bedoeld is voor de korte termijn om te overleven, die is nooit bedoeld om jarenlang aan te houden. Er is geen organisme op deze wereld wat zo lang onder die druk kan staan. En wij creëren dus met onze eigen gedachten onze eigen stress. Dus je kunt jezelf letterlijk ziek denken. Het goede nieuws is, want dit is natuurlijk een heel deprimerend verhaal als ik dat zo vertel, tenminste dat vind ik dan. Het goede nieuws is dat je, als je jezelf ziek kunt denken, jezelf ook weer beter kunt denken. En wat daarvoor nodig is, is dat je gaat leren om andere gedachten te denken dan dat automatische gedachtenpatroon, die automatische gedachtenloop en die gevoelens waar je maar steeds in vastgedraaid zit. Zie het maar als zo'n hamsterratje, hè, waar je maar in blijft lopen. Het blijft aan de gang en je blijft maar steeds hetzelfde herhalen en herhalen. Op het moment dat je kiest om daar uit te stappen, en heel bewust je heel bewust wordt van dat dit patroon niet de realiteit is, maar puur een gedachte die je steeds oproept. En even voor de duidelijkheid, die gedachten en die emoties die versterken elkaar. Dus op het moment dat jij die gedachte denkt en die emotie oproept, dan roept die emotie weer diezelfde of soortgelijke doemscenario's en angstgedachten op. We noemen dat ook wel piekeren. En je kunt ook leren om daaruit te stappen. Dat is een heel bewuste stap. Dus zie het voor je als, ik heb net uitgelegd, het zijn connecties die gemaakt worden. En het is op een gegeven moment echt een snelweg geworden die maar steeds doorraast. Zie jezelf even vastzitten in een karrenspoor. Dus op het moment dat je wielen in het spoor zitten, is het natuurlijk heel makkelijk om dat spoor te blijven volgen. Maar je kunt ook heel hard kiezen door een ruk aan het stuur te geven, een andere richting in te slaan. Maar wat er dan gebeurt, dan kom je op minder geplaveid terrein terecht. Dus die snelweg, dat is bekend terrein. We noemen dat ook wel onze comfortzone. En hoewel het misschien niet altijd heel comfortabel is, het is wel bekend. En wij mensen zitten nou eenmaal zo in elkaar dat onbekend maakt onbemind. Als we niet weten waar we uitkomen, als we niet weten wat de uitkomst is van uit dat karrenspoor gaan, dan wordt het een soort van spannend. En dan blijven we dus maar liever hetzelfde herhalen, omdat het, hoewel oncomfortabel, toch op een bepaalde manier comfortabel is. We zijn een soort van verslaafd geraakt aan die cocktail van, we zijn eigenlijk verslaafd geraakt aan onze eigen gedachten en emoties. Waarom zeg ik nou dat je mindset je belangrijkste tool is bij het herstel van burn-out? Stel je even voor, we gaan even terug naar de oorspronkelijke situatie. Je wordt aangevallen door een tijger en je hebt besloten om heel hard weg te rennen en in een boom te klimmen. Zolang die tijger om jou heen blijft cirkelen, blijft je stresssysteem aanstaan. En dan kun je aan de gang gaan met voeding, met gezonde voeding. Je kunt je spieren komen strak te staan. Je kunt een beetje je schouders masseren om te kijken of je dat een beetje los kunt krijgen. Je kunt kijken of je je ademhaling onder controle kunt krijgen. Maar zolang jouw brein een seintje blijft geven dat er gevaar is, kun je niet tot rust komen. Je kunt gewoon niet helder denken als er een tijger om je heen aan het cirkelen is. Nou, er zijn in onze tijd helemaal geen tijgers. Maar ik heb net uitgelegd dat het vaak niet zozeer de situatie op zich is. Dus niet de tijger op zich, maar onze gedachten aan de tijger. Wij zijn in ons eigen hoofd eigenlijk de hele tijd om ons heen cirkelende tijgers aan te creëren.
En zolang we dat blijven doen en ons eigen stresssysteem aan blijven zetten met onze negatieve gedachten, kan er nooit goed herstel optreden. En dat betekent, je kunt stoppen met werken, je kunt rust nemen, maar zolang jij maar iedere keer weer alle doemscenario's in je hoofd blijft creëren, dan kun je wel rustig op de bank zitten, maar dan zit je niet rustig op de bank. Dan blijf je nog steeds met een verhoogde hartslag en een verhoogde ademhaling op de bank zitten, omdat je je eigen angstsysteem aan hebt staan. En het is dus belangrijk om je daar bewust van te worden en om daar controle over te nemen. En de beste manier om daar de controle over te krijgen is via meditatie. Want wat je namelijk doet bij meditatie is je sluit je even af van alle prikkels om je heen. Dus je sluit je ogen, je sluit zoveel mogelijk al je zintuigen af. En wat je doet is, je gaat de gedachten die jij hebt, dus dat automatische gedachtenpatroon en emotiepatroon wat je hebt ontwikkeld, dat ga je eigenlijk observeren. Dus je gaat je er bewust van worden dat je die gedachten denkt. En dat je die emoties oproept. En op het moment dat jij er de observator van wordt, dan creëer je een afstand tussen die gedachten en de gevoelens en jou als observator. Dus je zit er niet meer in die loop, maar je kijkt er van een afstandje naar. En doordat je die afstand aan het creëren bent, ga je, zeg maar, als observator van dat gedachtenpatroon, ga je de ruimte creëren om andere keuzes te maken. Om die gedachten eens te analyseren van, hey, is het nou eigenlijk wel waar wat ik denk? Dus het is nodig om die ruimte tussen die automatische piloot. 95% van al onze gedragingen, gedachten en handelingen die we gedurende een dag hebben. Wij denken tussen de 60 en 70.000 gedachten per dag. En 95% daarvan is onbewust. En op het moment dat we ons daar meer bewust van gaan worden, en dat kan door meditatie, door er van een even afstand van te nemen, door even niet door te blijven rennen, maar gewoon even rustig eraan zitten en het van een afstandje te bekijken van welke gedachten denk ik nou eigenlijk, krijg je meer rust in het systeem en krijg je er meer grip op. En kun je gaan leren om andere gedachten te denken en andere gevoelens daarmee te creëren. En eigenlijk een nieuwe realiteit voor jezelf te creëren. Wat er eigenlijk gebeurt is, je krijgt de mogelijkheid om jezelf opnieuw uit te vinden. En dat is nodig, dat is letterlijk wat er nodig is om echt grondig, duurzaam en effectief te herstellen van burn-out. Want als je hetzelfde blijft doen en een ander resultaat verwacht, daarvan heeft meneer Einstein ooit gezegd, dat is een teken van waanzin. Dus als je je oude zelf blijft, ik hoor heel vaak mensen in een intake tegen me zeggen, ik wil graag weer mezelf worden. En dan zeg ik en dan denk ik, dat hoop ik niet. Want als je weer teruggaat naar je oude zelf en je blijft doen wat je deed, je blijft denken wat je dacht, en die hangen met elkaar samen. Hè? Je gedachten creëren je emoties creëren je gedrag en je gedrag creëert de resultaten in je leven. Dan blijf je steeds in dezelfde loop meedraaien. Dus het is echt nodig om jezelf opnieuw uit te vinden. En is het dan nodig om een heel ander mens te worden? Want daar hoor ik mensen ook wel eens over. Ja, dan ben ik bang dat ik mezelf niet meer ben. Nou, je blijft natuurlijk altijd jezelf. Maar op het moment dat jij je koers een paar graden aanpast, dan kom je op een totaal andere plek uit. Dus je hoeft niet 180 graden te draaien. Maar het is wel belangrijk dat je bepaalde dingen aanpakt. Dat je je negatieve gedachtenpatronen om gaat zetten in positieve gedachtenpatronen. Waardoor je, zeg maar, jouw frequentie omhoog brengt. Dus dan komen we weer terug bij de hart- en breincoherentie, waar ik al eerder een video over heb opgenomen.
Op het moment dat je je eigen frequentie verhoogt, als je meer rust krijgt, meer positieve gedachten denkt, dan ga je ook positievere resultaten creëren in je leven. Nou, een heel verhaal. Ik hoop dat het duidelijk heeft gemaakt waarom het zo belangrijk is om in het proces van het herstel van burn-out echt te gaan werken aan je mindset. Ja, ik zou je echt willen uitnodigen om daar hulp bij te zoeken. Want als je dat eenmaal geleerd hebt, en dat is echt gewoon een kwestie van nieuwe dingen leren, gun jezelf daar ook de tijd voor. Hè. Iets nieuws leren heeft gewoon tijd nodig. Hè, want uitgelegd aan de hand van hè, die verbindingjes die in je hersenen worden gemaakt. Hè, als zo'n verbinding één keer wordt gebruikt, is het nog geen snelweg. Je zult hem dus vaak moeten gaan gebruiken. Daarom is nieuwe dingen leren kost al tijd. Voordat je daar een nieuwe snelweg van gemaakt hebt. En op het moment dat je over die nieuwe snelweg gaat rijden en die oude snelweg niet meer gebruikt, ja, dan wordt die gewoon minder krachtig. Dus je kunt zo in je brein nieuwe paden aanleggen waardoor je een nieuwe realiteit voor jezelf creëert. Ik zou je willen uitnodigen om er echt mee aan de slag te gaan. Zoek goede hulp. Dat kan uiteraard via Wakker Worden, maar er zijn ook heel veel andere coaches. Zoek hulp die jou aanspreekt. Ga aan de slag met meditatie. Ga aan de slag met rust creëren in je systeem en een afstand creëren tussen jou en je automatische patronen. Mocht je vragen hebben, dan kun je natuurlijk altijd even contact opnemen. En dat kan via de website www.wakkerworden.nl. Het contactformuliertje invullen en dan hebben we contact met elkaar. Als deze informatie interessant voor je is geweest, doe dan even een duimpje omhoog. En misschien wil je de video ook delen, zodat zoveel mogelijk mensen hier kennis van krijgen. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, abonneer je dan op mijn YouTube-kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van alle ins en outs over stress en burn-out. Misschien wil je eens een reactie in het reactieveld hieronder plaatsen om eens te laten weten hoe deze informatie bij jou landt. Is het nieuws voor je? Of wist je dit eigenlijk al? Wat kun je ermee? Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat je het in je voordeel kunt gebruiken. En ik dank je hartelijk voor het kijken. Ik wens je een hele fijne dag en tot een volgende video.